Een van de grootste issues in Nederland is de verhouding tussen flex en vast. Vorig kabinet heeft daar geprobeerd die verhouding te verbeteren. Is eigenlijk problematisch geworden. Nieuw kabinet heeft nieuwe plannen om het wel te doen. Het nieuwe kabinet heeft bedacht dat het belangrijk is dat het vaste contract aantrekkelijker is. En als je dat aantrekkelijker maakt, zullen werkgevers minder gebruik maken van flexkrachten. Als je dat niet doet, dan blijft het doorgaan zoals het nu is. En dat is de afgelopen jaren gebeurd. Dus het nieuwe kabinet gaat wel aan het vaste contract een aantal dingen veranderen. En gaat ook zorgen dat flexmensen wat meer zekerheid krijgen. En wil op die manier de balans herstellen. Wat was er niet goed aan het vorige kabinetsbeleid? Bij het vorige kabinetsbeleid was ook het uitgangspunt. We willen vast wat flexibeler maken. En flexibel wat meer vast. Maar wat men deed was vooral het vaste contract nog ingewikkelder maken. Dus daardoor gebeurde er op dat vlak helemaal niets. En door de regels die voor flex golden, gingen werkgevers nog meer gebruik maken van flex. En werden vooral jonge mensen nog eerder ontslagen en bedankt dan al het geval was. Dus dat nieuwe kabinet wil dus dat vast contract aantrekkelijker maken. Dat betekent dat je langere proeftijd, je kan mensen 5 maanden proef hebben als je dan overgaat naar een vast contract. Men gaat ook de loondoorbetaling bij ziekte, die 2 jaar is, gaat men voor kleine bedrijven naar 1 jaar terugbrengen. Dat is een hele grote belemmering. Als je weet, je neemt iemand aan, maar als die ziek wordt, 2 jaar doorbetalen, wat nergens in de wereld het geval is. Dus dat doet men. En aan de flexkant gaat men zeggen van, je kan een ontslagvergoeding krijgen. Die kreeg je eerst pas na 2 jaar. En daardoor werden mensen vaak voor die 2 jaar ontslagen. En het nieuwe kabinet zei, die bouw je eigenlijk vanaf het begin op. Ook als flexwerker. Waardoor je niet die grote break krijgt na 23 maanden. Dat bedrijven zeggen, ik verleng niks meer. Want straks moet ik nog een vergoeding betalen. En op die manier probeert men die balans te herstellen. Maar is het nu beleid wat het verschil maakt? Of is het gewoon de conjunctuur die omhoog gaat? De conjunctuur heeft wel effect. Omdat mensen dan in een betere positie komen en meer kunnen eisen. Maar je ziet dat nog steeds in absolute termen nemen nog steeds flexcontracten toe. En de vastcontracten stijgen ook wel, maar in verhouding is de groei nog steeds in flex. Nou, Tilburg University heeft al een hele lange traditie om onderzoek te doen naar die balans tussen flex en vast. We hebben daar ook concepten voor ontwikkeld, zoals flex security. Hoe kan je nou die balans optimaal maken? Er moet ruimte zijn voor flexibiliteit, maar mensen moeten ook bepaalde zekerheden hebben. Daar doen we heel veel onderzoek naar. Nou, en dat onderzoek laat bijvoorbeeld zien, ook op deze grafiek, hieronder is het verschil tussen de bescherming van vaste en van tijdelijk en flexibele mensen. Dus dat is de maat van het verschil. Dat kan groot zijn en klein zijn. Voor Nederland is dat verschil het grootste van de hele Europese Unie. En daarom staat Nederland helemaal rechts met het oranje bolletje. Op de andere as zie je dus het voorkomen van tijdelijk werk in landen. En je ziet dat het is niet perfect verband, maar je ziet een duidelijk verband. Is dit verschil groot tussen vast en flex in bescherming, dan stijgt het aantal flexibele contracten. En dat is in Nederland gebeurd en daar ligt ook een deel van de oplossing. Nou, we zullen zien nu dat er weer krapte is. Dus de arbeidsmarkt wordt weer krapper. Het is dezelfde situatie als in 2006-2007. De krantenkoppen zijn uitwisselbaar met de periode van toen. Dus we hebben heel erg de focus gehouden op de vorm van contracten, flex-vast contracten. We zijn een beetje vergeten om te kijken naar de inhoud van werk, naar de competenties van mensen. En dat is een ander probleem wat nu ontstaat, is dat we een grote mismatch hebben tussen wat mensen kunnen die niet werken en wat bedrijven willen. Misschien is er ook een verschil dat de economie gewoon aan het veranderen is. De economie is aan het veranderen, maar we hebben groei. En we hebben nog steeds 1,3 miljoen mensen onbenut arbeidspotentieel. En bedrijven die schreeuwen moord en brand en die zeggen, ja, ik heb geen mensen, maar hebben wel mensen. Maar die mensen die matchen dus niet. Matchen die nooit meer, hè, moeten we die afschrijven? Of kunnen we die nog steeds helpen via scholing en ontwikkeling? Maar dat hadden we natuurlijk wat eerder moeten doen om toch aansluiting te doen vinden bij die vraag van de werkgevers.